Ik sta bij het winkelcentrum De Wilgendonk en voor mij staat... Raymond. En Raymond, ik zie daar drie van die bijzondere barbecues. Nou, eigenlijk is het geen barbecue. Het is een oven die gestookt wordt op houtskool. Zodat je op lage temperatuur vlees en groentes kan garen en op hoge temperatuur kan afgrillen. En op de linker barbecue of barbecue, daar kunnen we brood en pizza's op bakken. Hey, kan je me wat van wat laten zien wat eronder zit? Ja, op de rechter grill ligt groente en een paar flinke stukken vlees die op lage temperatuur aan het voorgaren zijn. Ja? 30 graden is de kerntemperatuur van dit vlees, dat moet naar 48. Daarna gaan we hem op de middelste. Op hoge temperatuur gaan we hem een kleurtje geven, want hij blijft, qua kleur blijft hij blank. Okay. En de groente ligt langzaam te garen in wat vocht met peper en zout. En wat asperges die liggen er net op. Hans. Dag heer. Ja, we zijn vorige keer ook bij je geweest. Ja, was super gezellig. Ja. Jullie organiseren samen met andere winkeliers een aantal activiteiten hier op het winkelcentrum. En dit is er één van. Alles kan op de Green Egg gemaakt worden. Dus je hebt je voorgerecht, je hebt je hoofdgerecht en je nagerecht kan je erop maken. Ja. En die spullen hebben we hier allemaal in winkelcentrum Wilgendonk te koop. En dat willen jullie eigenlijk aan de mensen laten zien? Dat willen we aan de mensen laten zien. Ik sta op dit moment bij een soort wijnbarretje en voor mij staat... Peter van Dijk van Slijterij van Dijk, uit het winkelcentrum De Wilgendonk. Ja. Ik begreep net uit een ander interview, jullie doen dat met een aantal winkeliers. En jij staat hier met wijn. Waarom sta je hier met wijn? Om het compleet te maken. Hè? De slager met een lekker stukje vlees, de kaasboer met een lekker stukje kaas. En wat groenten en wat brood van bakker Olier. En zo maken we elkaar, vullen we elkaar aan en maken we een leuke middag van. We staan hier vandaag met elkaar natuurlijk, met ons product, de kaas. Lekker de wijnhandel en de barbecue. Want we zijn wel een winkelcentrum met allerlei food specialiteiten, laten we zeggen. De slager is natuurlijk top en de wijnhandel ook. Hier zitten allerlei verschillende soorten kaasjes op. Een beetje geitenkaas en wat Franse emmentaler. Natuurlijk lekker vers fruit. En dat doen we eigenlijk met elkaar en we draaien ook op elkaar met het winkelcentrum. Ik bedoel, je hebt elkaar gewoon nodig. Als we de slager niet hebben, dan gaan ze toch wel weer ergens anders heen. Dus ja, we hopen dat de mensen het ook lekker vinden en gezellig vandaag.